Hebben jullie er ooit aan gedacht om een restaurant te beginnen? Wel, ik weet niet of dat een speels idee was, maar we hadden twee heel close vrienden. En die zijn ook alle twee hobbykok, maar die hebben ook een heel druk beroep. De een is wasarchitect, die is jammer genoeg overleden. De andere advocaat. En die speelden wel met het idee met Bart, zij met hun drieën, om een weekendrestaurant te openen. Omdat ze zo foodies zijn. Ze koken heel graag. Ze zaten ook in verschillende kookclubs. Dus ze dachten eraan om vrijdag, zaterdag en zondag een restaurantje open te doen. En ik zou dan meewerken in de zaal en opdienen en de en kassa. En die plannen waren vrij concreet? Maar concreet, daar is heel veel over gebabbeld. Maar het is er dan nooit van gekomen door allerlei drukke beroepsbezigheden van allemaal. En nooit, is er ooit een naam geweest of een stijl? Dat weet ik nu niet meer, maar ik weet wel dat we over een naam gediscussieerd hebben. Zeker weten. Maar niet? Nee, maar nooit concreet. Luc of... Nee, dat zouden we nooit gedaan hebben. Nee. Het zou een neutrale naam geweest zijn.